Morgen allemaal, mijn naam is Koen Hussaerts en ik ben artsonderzoeker in het Erasmus MC. Deze week is mijn naam veelvuldig in het nieuws langsgekomen en dat had te maken met mijn meest recent gepubliceerde artikel in Cancers. En het ging om dit bericht, dus met de boodschap pas op met kurkuma. Hier zijn heel veel reacties opgekomen, heel veel vragen opgekomen en het leek me daarom leuk om kort in deze vlog wat uit te leggen over het onderzoek wat ik heb gedaan en de resultaten die eruit zijn gekomen. De reden om dit onderzoek te gaan doen is omdat wij in de praktijk merkten dat heel veel mensen alternatieve medicijnen gebruikten, maar met name heel veel mensen kurkuma gebruiken. En met name onder borstkankerpatiënten is dit erg populair. Je kunt dat gewoon als kruid gebruiken door je eten, maar heel veel mensen gebruiken het ook als dit soort capsules extra naast hun behandeling. Veel van de borstkankerpatiënten in Nederland worden behandeld met tamoxifen. Het is veel van jullie waarschijnlijk wel bekend, dat is dit medicijn. Heel veel mensen die daar voor borstkanker behandeld zijn, worden gedurende lange tijd, 5 tot 10 jaar, behandeld met dit medicijn. En we weten dus dat ook heel veel van die mensen kurkuma gebruiken. Omdat ze denken dat het iets aan die kanker zal doen. Die effectiviteit is nog niet heel hard bewezen, maar wij hebben meer dit onderzoek gedaan vanuit een veiligheidsoogpunt. Dus of die combinatie, want we weten nu eenmaal dat heel veel mensen die combinatie gebruiken, of die combinatie kurkuma en tamoxifen daadwerkelijk veilig is en of het geen invloed heeft op je tamoxifentherapie. Belangrijk om te vertellen over tamoxifen, het zijn tabletten, die neem je via de mond in. En vervolgens wordt dat tablet opgenomen en wordt die tamoxifen wordt omgezet in een actieve vorm. En die actieve vorm noemen wij endoxifen. En endoxifen moet, dat weten we van, dat het een bepaalde grens, een waarde, moet bereiken in het bloed om effectief te zijn. Als je daaronder zit, weten we gewoon dat het minder effectief werkt tegen de kanker. En dat is dus iets wat je niet moet willen. Wij hadden vanuit eerder onderzoeken het idee dat die kurkuma mogelijk invloed kon hebben op die omzetting naar die actieve vorm en dus ook mogelijk invloed kon hebben op je therapie effect. Wij hebben hiervoor dus een studie gedaan en een studie in 16 patiënten waarbij elke patiënt zijn eigen controle was. Elke patiënt gebruikt dus één fase met alleen tamoxifen zoals ze altijd doen, één fase met tamoxifen en kurkuma samen. En één fase met kurkuma en piperine, samen met tamoxifen. Met het idee dat die piperine, wat een extract is van zwarte peper, zorgt voor betere opname van die kurkuma. En dus mogelijk een groter effect op je tamoxifen. Na elke fase werden patiënten opgenomen, werd er bloed afgenomen. En werd er in dat bloed vervolgens door ons bepaald hoeveel van de tamoxifen en ook van de actieve stof erin zat. Die fases werden dan met elkaar vergeleken en het bleek dat wanneer je kurkuma gebruikte, en dat effect was inderdaad groter wanneer je ook zwarte peper daarbij gebruikte, zag je dat gemiddeld met zo'n 12 tot bijna 13% dat je dus lagere concentraties had van je actieve stof in het bloed. Maar goed, dat was gemiddeld. Er waren ook patiënten bij die soms wel ruim 30% lager zaten in hun actieve stof dan wanneer ze alleen tamoxifen gebruikten. Dus puur door het toevoegen van die kurkuma zag je dus lagere spiegels van die actieve stof. Vandaar dat wij ook geconcludeerd hebben dat die combinatie bij het gebruik van tamoxifen, dus die combinatie van tamoxifen met kurkuma, dat die dus potentieel ervoor zorgt dat je spiegel van je actieve stof omlaag gaat en dat je dus mogelijk ook verminderde werking hebt van je tamoxifentherapie. Vandaar dat we vanuit onze onderzoeksgroep ook hebben gezegd dat we deze combinatie af willen raden bij deze patiënten. Omdat het gewoon een negatief effect heeft op je therapie. Dit was in het kort mijn onderzoek. Ik hoop dat jullie er wat van hebben opgestoken. Eventuele vragen kunnen natuurlijk altijd worden gesteld. Ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben. Tot de volgende keer.